Ook al ben je die aflevering van rollercoasters en je ziet het al, we zijn bij Busch Gardens, eindelijk. We zijn bij de achtbaan Valhalla van de staat Florida, de Six Flags van Florida. Het park is geopend in 1959, heeft maar liefst 9 achtbanen. In 2024 dit jaar wordt er nog een 10e achtbaan geopend. En het is gewoon echt achtbaan Valhalla, ik wil je al jarenlang heen. Je staat een van de beste houten achtbanen ter wereld. Verder allemaal toppers, 3 B&M's, een RMC, een Mike Ride, spinning coaster, noem maar op. Er staat hier genoeg hier. En ja, iedereen kent het park wel. En mocht je onride filmen, dat is super vet natuurlijk. Dus we gaan heel veel onrides maken. En eindelijk een video maken met alleen maar achtbanen. Althans, bijna alleen maar achtbanen. Het is vandaag een woensdag, dus super rustig. Dus we gaan alles heel veel kunnen doen. Ik heb gisteren al gekeken naar de wachttijden. Dat was maximaal 5 minuten, dus dat is ideaal. Dus we gaan alle plekjes doen in Aranquise natuurlijk. En in Cheetah Hunt en in weet ik veel allemaal. Nou, we zien de tophead daar al staan hoor, de lift van Aranquise. Ik ben heel benieuwd naar. Alleen één minpuntje als het goed is. En dat is één achtbaan dicht. En niet een van de minste ook niet. De B&M Dive Coaster, Shikra, die is waarschijnlijk dicht. Ik heb wat gerucht gehoord dat het dicht is voor een hele maand voor onderhoud. Dus ik hoop het niet. Want het is eigenlijk een van de grootste en beste dive coasters ter wereld. Dus ik hoop stiekem dat die open is. En anders, ja, dan hebben we 8 accredits hier in dit park. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan harder binnenheen in Busch Gardens hier in Tampa. En trouwens, nog één tipje voor mensen die hier willen gaan. Het is natuurlijk niet in Orlando. Het is echt bijna 1,5 uur van Orlando af. En heel veel mensen gaan met Uber en zo, maar dat kost echt vreselijk veel geld. Tip, als je verder van tevoren reserveert op de site van Busch Gardens, kun je een gratis shuttle reserveren. Vanuit een paar plekken in Orlando die je gratis hierheen brengt en ook weer terugbrengt. 2 plekken die ik weet, SeaWorld Orlando en Icon Park. Dan kun je gratis instappen en gratis met de bus naar Busch Gardens. Dat is ideaal, dat scheelt je enorm veel geld. Maar nu gaan we gewoon er binnen in. Ja, we zijn binnen en het is heel rustig als hier al. En Chicra is inderdaad dicht, hoor ik al. Die op morgen, helaas. Dat is heel jammer, we hebben maar 8 credits in het park. Maar verder, we gaan gelijk door naar de eerste achtbaan. En ik heb trouwens een abonnement gekocht. Dus ik ben abonnementhouder van Busch Gardens. Heb ik mijn Black Friday gekocht, ook dat vind ik een tip. Met Black Friday abonnement halen, het scheelt je zoveel geld. Die abonnement is nog goedkoper dan nu momenteel een 1-8 ticket kost. Dus online, dus kun je zien hoe goedkoper het was. Dus dat scheelt enorm veel geld, dus houd in de gaten dat ik Black Friday sales. Het is echt een deal altijd in Amerika hoor. Dus ik kan hier mooi 2 dagen voor een prikje heen. Dus we gaan gewoon naar binnen, we gaan gewoon de eerste achtbaan. Ik heb geen idee welke het gaat worden, dan gaan we gewoon zien. Ja, we gaan gelijk even de eerste achtbaan. Cheetah Hunt wordt dat. Gewoon de 2011 Itamin. En mooie ingang hoor. Dus we gaan gewoon instappen. Dit video wat ik al zei, wordt alleen maar achtbanen. Er is ook een dierentuin bij, daar laat ik echt niks van zien. Het is echt puur achtbanen. Dit is een trip. We gaan gewoon instappen. In Cheetah Hunt, echt super zin in. Een prachtig mooi gebouw in het aardkasteel. Er is ook een hele mooie plek ook al waar je goed de lounge kunt zien. Dus we gaan gewoon instappen. Ik ben zeer benieuwd. Ja, het is zo rustig zoals je ziet. Er is echt helemaal niemand. Heel veel is leeg. Echt super tof. En dan denk ik, we gaan hier gelijk naar Aranquise zien. Die staat gelijk op het begin van het park. En ik wil eigenlijk misschien best wel les bewaren, een beetje. Dus. En dit is ook een van de beste, moet ik zeggen. Waar ik heel veel van verhalen heb gehoord. Maar maakt niet uit, we gaan het gewoon doen. Ziet het uit. Klinkt toch goed? Nou, op de allereerste achtbaan van het park. En ik ga aan alle achtbaan eerst mezelf filmen als mijn eerste reactie. En dan pas een onride. Here we go op Cheetah Hunt. Daar gaan we!
mooie baan hoor. Godverdomme, hé. Echt een mooie baan. En dat was Cheetah Hunt. Wat een toffe achtbaan is dit. Ik heb hem gelijk twee keer gedaan. Ik doe alle achtbaan en gelijk twee keer achter elkaar. Om mezelf te filmen als eerste reactie. Een keer wat anders. En dan een frontrow video dan. Ja, om dan de baan te zien. Ja, echt een toffe baan. Een bijzonder layout met name. Hè. De bovenste stuk. De Crainest heel apart. Dat heb ik nooit eerder gezien. Goede bochten. Drie launches. Alle drie hele krachtige launches. Op zich de tweede al redelijk. Maar de rest niet heel krachtig. Maar gewoon echt een mooie baan. Echt een beetje familieachtbaan. Met Innerversie. Dus ja, het beloopt me veel goeds vandaag dit park. En het wordt ook een beetje warmer te worden al. Dus Cheetah Hunt. Die ga ik nog zeker vaker doen. Ik ga voor alle achtbaan. Dat zijn die twee dagen. Dus dan gaan we door naar de volgende achtbaan. Ja, en om naar de volgende achtbaan. En dan wordt niet die jongen. Dan gaan we zo meteen naartoe. Maar de volgende avond wordt Montu. Geopend in 96 B&M. Het is een inverted. En van velen horen ook een van de beste ter wereld. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, gaan we gewoon instappen. De kleuren in ieder geval prachtig. De kleurencombinatie is echt heel tof. Hij is ook pas geleden helemaal gerenoveerd. Dus hij ziet er weer spikspan uit. En hij ziet er echt fantastisch uit. Dus we gaan gewoon instappen in de B&M. Eerste keer op Montu. Ik zie hem in Furtje van het park. Goeie baan hoor, topper. Wow, Montu, wat smooth. Ik kon gelijk weer de deur in huis vallen. Beste inverted B&M die ik ooit gedaan heb. Echt een prachtige baan. Wat ik al zei, qua kleur ziet er prachtig uit. Maar ook qua baan zelf echt fantastisch. Wat ik vrij bijzonder vind namelijk, er zit ook een Cobra Roll in. Die zie je al vaker in B&M's, maar dan niet in inverters. Meestal in de Florence Coasters en niet in deze. Dat was echt super vet, echt super smooth. Goede baan, goede looping, veel inversies, 7 stuks. Ja, echt een fantastische baan. Beste B&M inverter die ik ooit gedaan heb. Dus Nemesis zo en Osiris allemaal van de baan. Dit is de nieuwe nummer 1 voor mij. Wat een goede baan. Goddomme, wat een tering goede baan. Dan gaan we door naar de volgende achtbaan. Die staat gelijk daarnaast de buren. Gewoon naar Cobra's Curse. Dan gaan we instappen. In Cobra's Curse. Ik doe mijn eerste keer een front row. Nou, dit is wel een front row, het is best wel druk hier. Ik ga gewoon front row eerst en dan doe straks even de back row en mezelf filmen. Here we go, Cobra's Curse. Okay.
leuk. Bijna wel. Watch your step and exit to your left, taking all personal belongings with you. Thank you. And now I need your hands to go up. And we're gonna push them up, push them up, push them up, push them. Push them up, push them up, push them up, push them. Wave your hands in the air. To the left. Ja, dat was Cobra's Curse, de Mac Spinning Coaster. Ja, een apart leuke baan met de lift natuurlijk die erbij zit. Ik denk persoonlijk wel dat dit de mooiste gedecoreerde achtbaan van het park is, denk ik. Prachtig erbij, mooie storytelling. Muziek op de brakes en op de lift heel. Echt leuk gedaan. Een keer een stukje achteruit, een keer dat je spint. Niet hard spint, maar gewoon leuk spint. Dus het is echt een leuke familie spinning coaster. Dus een keer anders dan de Ride Tapper is van Mac Rides. Echt een leuk baantje. Hier staat wel iets langer een rij hier. Best wel minder capaciteit dan die grote B&M's allemaal. Dus kom je straks even weer terug nog. Maar voor nu een topbaantje hoor. Echt een leuk ding. En trouwens, voor we naar de volgende achtbaan gaan, even een dingetje over de achtbaan nog. Hebben we ook kunnen zien in een Allride. Ja, in het station staat een vrouw die de handen omhoog vertelt te doen. En de beugel omhoog te drukken. Ja, die was echt helemaal in chassa springen en aan het dansen. En helemaal zingen de hele tijd. Dat hebben jullie ook kunnen zien. Er zijn wel meerdere medewerkers hier. Echt heel vriendelijk, heel vrolijk allemaal. En aan het dansen. En hands up, echt superleuk. Dus dat was wel een leuk personeel hier tot nu toe. Ja, we komen in het gevolgde gebied. Het park is echt tering groot. Maar best een stukje lopen. Pantopia. Ja, en hier zijn ook een aantal tracks te vinden. Waaronder eentje waar we nou richting tegenaan lopen. Maar ik zie op bord staan, dus ik ben er weer bang voor. Falcon's Fury. Ja, hij is weer dicht. Falcon's Fury is dicht. Hopelijk gaat hij vandaag nog open, of anders morgen. Falcon's Fury, die kennen jullie wel van mijn video. Het zijn namelijk een Kronenlund en het is een vrij van toren. Maar inderdaad, zo eentje waar je inderdaad weer op je buik naar beneden gaat. Ja, eentje gedaan. Was ook bij alles een keer een Kronenlund. Heel aparte ervaring. Hier staat hij ook. Alleen een stukje groter. Maar het is daar wel bekend om dat hij meer dicht is en open. Dus ik hoop dat hij nog open gaat vandaag morgen nog. Ga ik nu zeker minimum ride. Maar ik vrees ervoor dat we er niet in kunnen. Dus we gaan gewoon door de achtbanen. We zaten gelijk hiernaast eentje. En daar komen we voor. Ja, het gebied ziet er hartstikke mooi uit. En ja, hier hebben we natuurlijk de volgende achtbaan. En daar gaan we nu even naartoe. Ja, dan gaan we eerst stappen in Scorpio. De oudste achtbaan van het park. Gebouwd door Schwarzkopf in 1980. Dat is wel een heel oud baantje. 44 jaar oud. En hij ziet er nog gewoon tip-top uit. Het is een iconische baan van het park. Ik ben blij dat ze hem in ere houden. En ik hoop dat het ook zo blijft. Je ziet ze niet vaak meer in Schwarzkopfbaantjes meer. Helemaal niet, dit is niet. Doe een beetje denken aan de Tunnelhoek van Sahara. Alleen dit is heel iets anders qua layout. We gaan gewoon instappen in Scorpion. En dan gaan we op de oude Scorpion Schwarzkopf achtbaan van het park. 44 jaar oud langs de hand. En hij ziet er nog top uit van alle kanten. Standing platform clear, good back heat. Gaan we maar. Lieve dans. Scorpion, ja, mooie oude Schwarzkopfbaan. Gewoon een leuk ding gewoon. Leuk dat ze ook in ere houden nog, dat is echt super tof. Je ziet ze echt niet veel meer, deze baantjes. Ja, doe een beetje denken weer aan de Tunderloop, aan de Sahara, alleen natuurlijk wel een heel andere layout. Maar verder een leuk baantje gewoon. En hij is natuurlijk wel een beetje schokkerig, maar ja, wat wil je dan voor 44 jaar oude achtbaan? Dus dat is niet zo erg, dus dat is top. Maar ik wil het gelijk even anders laten zien. Nou, Parks Fury, heb ik even een man gesproken net, van de maintenance. Die zei dat hij waarschijnlijk wel vandaag weer open gaat. En anders morgen gaat hij sowieso weer open. Dus dat is goed nieuws. Maar dan wil ik even anders laten zien. Want hierachter namelijk, in Pantopia,
Er stond sinds vorig jaar nog een andere achtbaan. Namelijk een Mack Wildebeus. Ja, van Mack Rides. Ja, gewoon een standaard layout, gewoon niet bijzonder. En natuurlijk, ze hebben nu een mooie spinning coaster, wel mooi natuurlijk. Dat is al een paar jaar al. Dus die Wildebeus is helaas afgebroken, die is weg. Maar dit jaar komt wat nieuws namelijk, en ook best wel bijzondere. Namelijk de vierde B&M van het park. Namelijk Phoenix Rising. En dat wordt de B&M Family Coaster. Nou, de hele tekst en uitleg bij Coming 2024. Dus dat is best wel bijzonder, want B&M maakt sinds kort dus ook Family Coasters. Er staan er een paar al in het buitenland al. In China staat er al volgens mij eentje. En een paar meer. Ze worden steeds meer al verkocht al. Dus dat is super leuk. Dus ja, dan wordt het dus de tweede inverter van het park. Een grote en een kleine. Dus ben ik heel benieuwd. Maar ik zag even uit de achtbaan al de bouwwerkzaamheden. Maar ik zie nog geen enkele track liggen nog. En het is nu eind januari, dus ik vraag me af wanneer die open gaat. Dus dat kan heel snel gaan natuurlijk, hè, met die achtbanen. Dus ja, hier komt dus de tiende achtbaan namelijk in 2024, de Phoenix Rising. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat worden straks. Dus als die geopend wordt, dan ga ik zeker even een onride bekijken. Ik ben echt zeer benieuwd. We gaan door naar de volgende achtbaan. En dat wordt een hele flinke, dus we gaan gewoon door. Ja, en dan is het eindelijk tijd voor Kumba. Geopend 1993 door B&M. En misschien wel de meest iconische B&M ter wereld misschien wel. Ik laat je nu even zien eerst een paar off-ride beelden voor het erin gaan. En je hebt hier echt de mooiste foto- en filmspot off-ride shot die je bij echt bij een kunnen maken. Namelijk de twee kurkentrekkers. Echt prachtig. Ziet er ontzettend vet uit. Deze baan is een nostalgische baan. Langere tijd gaan de verhalen rond deze achtbaan erg moet gaan sluiten. Dat gaat niet gebeuren, is goed. Althans, de komende jaren nog niet. Omdat Busch Gardens deze achtbaan echt graag in ere behouden. Daarom racen ze maar altijd met één trein. Om puur de baan minder belasting te geven. Dus alleen maar één trein. Dus ja, je moet wel langer wachten soms. Maar puur om de baan niet te snel te laten slijten. Om deze baan gewoon in ere te houden. Want dit is echt een iconische baan. De baan is 20 jaar oud. 21 jaar oud langzamerhand. Of 31 jaar oud trouwens. Dus ja, deze is gewoon echt fantastisch. Ik ben heel hyped om deze te doen. Het is niet de beste af van het park waarschijnlijk. Ik weet het wel zeker. Maar wel gewoon een hele iconische. En vele mensen die ik ken die een YouTube kanaal hebben. Die hebben deze ook in de intro zitten. Dus er zit al genoeg op deze baan wel. Ga gewoon instappen in Kumba. Ik ben echt super benieuwd. En ook dit prachtige fotospot achter mij kan niet weglaten natuurlijk. Dus ga ik ook zeker een paar foto's maken. Dus neem jullie gewoon mee op de B&M Kumba. Gaan we het allereerst een beetje op Kumba. Misschien het meest van iconische B&M's ter wereld. Ik ben zeer benieuwd. Geweldige baan hoor, echt een goeie. Ja, daar waren twee ritjes op Kumba, back en front row. Ja, echt een goede baan hoor. Dit is echt veel beter dan een Drekker kan of een andere Floors Coaster, noem het even. Ja, het is echt een toffe baan, echt een iconische ook. Veel elementen die je niet vaak ziet, in ieder geval niet zo vaak ook. Met name de twee kurkentrekkers achter elkaar op die manier ook, hoe deze gemaakt is. Drekker kan is wel een groot deel hetzelfde, maar echt heel mooi, echt een mooie baan. Ja, ik heb daar niks op terecht verder. Het is echt gewoon een topbaan. Ook gewoon de kleurcombinatie moet ik zeggen, ziet er gewoon prachtig uit. Moet ik zeggen over het hele park hoor. De kleuren van de achtbaan in het hele park zijn echt heel mooi passend bij het thema, maar ook gewoon passend bij
De natuur gewoon. En dit is zo mooi verweven tussen bomen hier. Echt prachtig. Dus ja, kom maar. Ja, ten nu toe denk ik wel de beste baan van het park wel. En dan Mont Toum. Maar we moeten natuurlijk de beste nog doen natuurlijk. Dus daar gaan we gewoon naartoe straks. Eerst nog twee andere achtbanen. En dat was gewoon een adequatie. Dus ja, een mooie baan, Kumba. Must do. En dan heb je ook rapids hier, de Congo River Rapids. Helaas, ja, in de wintermaanden gesloten. De boomstam is wel open, de lokvloer, dus die doen we nog even vandaag morgen. In ieder geval, ja, de rapids zijn helaas gesloten. Maar is niet anders. Ga gewoon door naar de achtbanen, dan komen we voor. Met Tigers over de 2019 Premier Rides. Ja, dit type al heel veel gedaan al in SeaWorld San Diego, in Six Flags Discovery Kingdom, in Holiday Park. Overal gedaan het ding al. Dus ja, het is niet zo bijzonder meer, maar ik moet zeggen, je kunt altijd wel hele mooie all-ride beelden maken op deze apparaten. Dus ja, het zijn heel veel verkochte achtbanen voor deze. Worden echt als Warner Bros. Toma verkocht. Of precies voorbij komen, gaan we stappen in Tigers. Premier Rides Tigers achtbaan, ja, vaak gedaan. Ja, eerste keer dat ik echt met polsband mag filmen. Trouwens, alle video's die ik vandaag maak doe met polsband. En dan kreeg ik net iets mooier de beelden van Onride en mezelf dan met een chest mount. Hij moet vastzitten aan mijn lichaam, maar mag ik sowieso niet filmen. Dus ja, af en toe, ja, ik kan mijn hand proberen zo mogelijk stil te houden. Alleen ja, je moet natuurlijk als Superman in de achtbaan zitten. En natuurlijk niet altijd makkelijk al die G-krachten. Dus ja, af en toe kan een beeld misschien niet wel mooi zijn, maar dan komt puur dat ik alles met mijn polsband film. Om zoveel mogelijk mooie beelden van jullie te krijgen, Onride en mezelf. Dus ja, maar goede leuke baan weer. Ja, het is, ik vind die zo bijzonder. Ik doe hem altijd voor de credit, maar dan is het ook bij gezegd eigenlijk. Ik heb het 2 keer gedaan. Nu ga ik voor door naar de volgende achtbaan. Dit is niet nog een keer te doen. Want ik heb hem al zo vaak gedaan, al in alle parken en landen. En dus niet zo heel boeiend verder. Maar het is wel een leuk baantje voor in de pretpark. Alleen ja, wel een lage capaciteit. Op zo'n park als dit, waar we ja, voor mij wel echt al miljoenen mensen per jaar komen, is het wel heel erg lastig te handhaven met capaciteit. Je kunt beter BNM's bouwen, dus... We gaan door naar de volgende achtbaan. Maar voor we dat doen, laat ik jullie eens even dicht achtbaan zien helaas. Dus dan gaan we eens naartoe naar Shikra. Ja, waar alle achtbaan open zijn, de hele vakantie eigenlijk al, is deze helaas gesloten. De Shikra, geopend 2050 B&M. Ja, volgens mij is dit de hoogste, langste en beste divecoaster ter wereld wat ik gehoord had. Ja, heel jammer dat ik niet kan doen. Ja, divecoaster met al met een break ertussen, dat heb je niet vaak. Vaak is het inderdaad één stuk recht toe recht aan en dan pas in het seizoen gaan we op de remmen pas. Je hebt gewoon een break tussen zitten. Ook een splash dat water in. En als je eigenlijk bij Shabala hebt. Ja, helaas, hij is gesloten. Ik was er al een beetje bang voor ook. Ik heb al langere tijd gekeken en hij was begin het jaar was nog open. Alleen nu half januari is hij helaas dicht. Heel jammer. Dat vind ik echt jammer. Ik had hem zo graag willen doen. Nou, liever gaat er misschien een zwas of dicht was. Of ja, die Tigers, die Premier Rise achtbaan dan deze. Maar ja, is niet anders. Ja, misschien een heel beetje hoop dat hij misschien toch morgen niet open gaat spontaan, maar daar ga ik niet vanuit. Ik zie van mij ook geen trainer op de baan staan, kan ik niet zien. Ja, het is niet anders. Maar ja, ik kom hier sowieso een keer weer terug. Natuurlijk nieuwe achtbaan die aan bouwen zijn, natuurlijk de Family B&M. Dus dan heb ik gelijk deze B&M er ook gelijk bij. Er zijn 2 nieuwe credits en waarschijnlijk als ik al 5 jaar terugkom, zijn er waarschijnlijk al 3 meer hier. Dus ja, het is niet anders. Wellicht morgen, maar gaan we niet vanuit. Dus ja, een dichte divecoaster, wat jammer. Nu is het tijd voor de kiddie coaster. En daarna wordt het maar eens een keer tijd voor, ja, Iron Quasi. Ga gewoon naar de kiddie coaster. Zo jammer, inderdaad. Ik zie het vanaf dit punt wel. Er staat geen trein op de baan, dus je gaat mogelijk echt niet open.
Maar wat een apparaat, wat een mooie dive coaster. Zo jammer. Dit is ondertussen een leuke vloem. Wat aan de moed. Dus, ga lekker de lachvloem. Hij heeft overal prachtig uitzicht in ieder geval. En dat is de enige harde ride die open is vandaag. De rep zit dus dicht. Dus ja, we moeten hem eventjes doen, hè. De boomstammetjes. Prachtig uitzicht over Pantopia hier. Dan krijgen we de eerste drop nu. Nou, ik hoorde de lokvloem net en ja, ik heb van de buitenkant gekeken. Ik vond het niet vreselijk warm is vandaag. En ik dacht van ja, we kunnen wel ingaan, maar mensen zijn niet nat. Nou, we zitten erin, nou, echt, we zijn doorweekt. Echt vreselijk. Het is bijna net zo erg als de Doodly Doos Ripsaw Falls in Universal dit. Echt, en ik was hier niet op voorbereid. Ik zag echt mensen erin gaan, helemaal niet nat worden zo. Maar echt, mijn sokken zijn zeik naar mijn onderbroek zat. Ik heb niks, geen droge kleding bij mij. Ik had verwacht dat we niet droog nat zouden worden. Maar echt. Heel zeiknat, hij. Godverdomme, hé. Mijn sokken drijfnat. Nou, nog meer bladen op mijn voeten. Die ik al heb al. Nou ja, maakt niet uit. We gaan door naar de kiddie coaster. Nummer 4 heb je goed zicht op de splash normaal. Alleen ja, al het water is eruit gepompt. En de volgende heeft het overgenomen. Ja, erg jammer. Ze zijn wel flink aan het bouwen daar. Ook allemaal aan het verbouwen. Het is echt groot onderhoud. Heel jammer. Ja, er komen ANSC's uit het land. Natuurlijk hetzelfde als in de SeaWorld Parks. Dat is natuurlijk dezelfde eigenaar. Nou, dit gebied ziet er wel iets minder uit dan de andere SeaWorld gedeelte, moet ik zeggen, van SeaWorld Orlando. Maar ook hier staat een ACMA credit. Je moet hem even meepakken natuurlijk. Kijk waar die staat. Het is wel een stuk minder gethematiseerd dan SeaWorld. Maar hij is alweer erg grof, gewoon twee stielen zieren. Ja, gewoon een Sieren Force One. Dus we staan op de Leo volgens mij een beetje, dus we gaan gewoon instappen. Ik zie Grover voorop op de achtbaankarretje zitten. We gaan gewoon instappen, in de erg grover. Zit er erg grover, die doet niet geen twee keer, gewoon één keer voor de credit. Dus daar gaan we. Spread cubbies and enjoy the rest of your day here at Busch Gardens. Ja, dat was de zierenbaantje en Krover. Ja, gewoon standaard ding. Gaan we één keer doen voor de credit. Gaan we niet twee keer doen voor mezelf te filmen, zo, dat boeit allemaal niet. Maar ja, nu is het eindelijk dan tijd. Het is ook al bijna einde dag, moet ik zeggen. We hebben echt een lange dag al voor de boeg. Maar het is nu tijd voor de big boy hier achter ons. Arjen Kwasi. We gaan er nu als een donder naartoe.
En die gaan we gelijk tot het moment het einde van het park sluit. Kwanten. Want het is echt super rustig, zag ik op de app. Dus ja, daar gaan we dan eindelijk. Best voor les. Normaal doe ik altijd het beste als eerste vaak wel. Maar ik dacht van ja, we gaan nu gewoon alles doen om dan echt met een knallen af te sluiten. Dus we gaan nu naar Arjen Kwasi. Ja, dat is dan eindelijk even Arjen Kwasi. 5 minuten wachttijd. Echt ideaal. Gebouwd door RMC in 2022. Baan is maar liefst 1,2 km lang. 62 meter hoogte. En 122 km per uur. Ja, even afgespiekt hoor. Dat weet ik allemaal niet in mijn hoofd. Best voor les, wat ik al zei. We gaan gewoon instappen in Arjen Kwasi. Prachtige intro in ieder geval. En ik ben heel benieuwd. Het is de steepers houten achtbaan van Noord-Amerika. En de langste volgens mij ook. En de beste en alles erop en eraan. Een van de beste houten achtbaan ter wereld gezien ook. En hij moet beter zijn dan Zadran in Islandia en zo en Wildfire. We gaan instappen in Arjen Kwasi. Ik heb er heel veel zin in. Ongelooflijk deze baan, hé. Fantastisch. Ongelooflijk. Ongelooflijk deze achtbaan. Arjen Kwasi eindelijk naar de opening kunnen doen. Dat we ook echt mijn bucketlist ding van RMC doen graag. Ja, het is echt de beste RMC die er ooit gebouwd is. Wat een airtime, wat een snelheid. Hij gaat eigenlijk veel te snel station eigenlijk in. Of je wat remmen op eigenlijk. Daar had echt nog een paar honderd meter bij aangekund nog. Ja, 3 inversies, heel veel airtime momenten. Ik heb even gekeken, 12 stuks in totaal. Ja, echt ongelooflijk vet. De baan is 1,2 km lang, maar je voelt echt als het dat 100 meter is. Echt zo snel. Echt een goede baan, hè. En ik denk ook dat het mijn nieuwe nummer 3 is. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk momenteel dat dan op 1 dan inderdaad Cosmic Rewind komt. 2 Ride to Happiness en dit nummer 3 wordt, denk ik wel. Want ik weet het niet helemaal zeker, maar gaan we wel vanuit. Ja, echt een fantastische baan. Echt een goede baan. Ik heb het nu 2 keer gedaan. 1 keer back row, 1 keer front row. Ik weet niet of ik op de video kon zien trouwens, maar op de back row, toen we zelf filmden, de allereerste keer, toen vroeg ik mijn telefoon langs me heen. Ik weet niet of ik dat kon zien op de camera. Ik voelde een tik op mijn arm van mijn GoPro en toen vlak wegvliegen. Dus ja, je moet echt spullen opbergen, want je hebt zoveel airtime, die telefoon vliegt zo, roep, zo weg. Dus ik ga een heel veel rewrites maken vandaag en vanochtend. Ik ga gewoon instappen in Arjen Kwasi. Ja, en dan is het nu tijd voor Falcons Fury. Hij is geopend weer en daar ben ik blij om. Ja, het is een aparte vrije val hoor natuurlijk. Hetzelfde die ik in Groningen gedaan heb. Alleen daar is dan een single vrije val. Dit is echt helemaal rondomheen. Echt een vrije val. Ik weet echt niet gebouwd heeft. Ik neem aan Etemin, want die Groningen is ook gebouwd Etemin. Ik zal zo even de statistieken opzoeken en zo als ik eruit ben hoe hoog het precies is. Maar het is een flinke hoogte. En ja, Falcons Fury staat bekend om heel veel storingen. Hij is meer dicht dan open. Dat zagen we dus vanmorgen al, dat hij al dicht was. Ja, het is een heel intense vrije valtoren. Ik vind vrije valtoren zo wel geweldig, hoger en mooier. En ja, dit is natuurlijk een vrije valtoren. Zou je zo wat beelden laten zien. Ja, dan ga je ook echt op je buik. Dus je gaat helemaal de hoogte in. En vlak van je boven ga je op je buik kantelen. En dan ga je vol op je platte bek gewoon naar beneden in. Vol gas. En dan vlak voor je op de grond bent, klapt hij vanzelf los. En dan schom je ietsjes en dan ben je klaar. Dus ja, het is een hele intense trailride. Het is voor mij de intenste die ik ooit gedaan heb. In Kronenlund in ieder geval.
Dus ja, we gaan maar gewoon instappen. Ik heb er nu heel veel zin in, want ik haat deze dingen echt. Maar we gaan het toch maar doen. Dus gewoon instappen in een beruchte en beroemde Falcon's Fury. Nou, we zitten dan voor de eerste keer op Falcon's Fury. En ja, ik haat het ding. Ik heb toen een kleine Grollerhund. Het is ook wel een iets kleiner variant, het is echt een grote variant. We hebben geluk dat hij open is, hij is altijd dicht. En daar gaan we. Ik haat dit zo erg. Lekker op ons buikje. Maar alles voor de video. Zo vreselijk dit ding. Ik haat het echt. Ik haat dit ding zo erg. Maar alles voor de rollercoaster van het kanaal. Holy tyfuszooi. Tyfuszee, godverdomme. Ik haat dit ding zo erg heen. Gewoon lachen. Vreselijk dit ding, echt vreselijk. Ik heb het twee keer gedaan. Eén keer om natuurlijk alles mooi te showen aan jullie, hoe het allemaal uitziet qua ja, gebied. En één keer, het is niet te doen met de polsband, dus ik heb het even op mijn chestmount gedaan, maar met de camera omgedraaid. Dus een beetje ongemakkelijk videomateriaal, maar ik kan wel zien hoe die gaat. Het is een hele intense ride. Even opgezocht, hij is 102 meter hoog en hij gaat ruim 100 km per uur naar beneden, dus echt vreselijk. Ja, ik haat dit ding echt enorm mee. Ik had hem al nooit de beugel vast, ik kreeg geen enkele vrije val door af, maar wat dan ook. Alleen dit ding. Dit ding met de halve beugel vast, dat is echt intens dit ding. Wat een vreselijk apparaat is dit, echt. Ik heb echt gedacht om het niet te doen. Dat ik het echt gewoon vreselijk vind. Ik vond Kronenveld ook vreselijk, maar ik denk van ja, moet het doen. Hij is nu gelukkig een keer open, hij is altijd dicht. Dus we hebben het gedaan, twee keer gelijk. En dat is ook gelijk de laatste keer, ik ga het echt niet weer doen. Het is echt een vreselijk apparaat. Maar ja. We hebben het gedaan. Nu hebben we mee kunnen maken. We hebben prachtig kunnen filmen. Het is wel mooi voor Busch Gardens. Je mag filmen allemaal. En Kronen mocht het ook. Ik kon echt prachtige beelden laten zien. En ja, mezelf een beetje gefilmd dan. Lekker ongemakkelijke beelden. Maar in ieder geval kun je het wel zien hoe het ervaar. Ja, het is een leuk ding. Maar verder niks over te zeggen verder. We eten hem in. Wie heeft zoals eerst verkopen? Ik hoop het eigenlijk niet. Want ook de rij is best wel druk vandaag. Maar althans druk. Langs de rij weer een quasi kwartiertje nu. Maar... ja, je ziet hier gewoon 0 minuten dat niemand dit wil, dat het gewoon te intens is. Maar we gaan gewoon door naar een nieuwe attractie. We gaan naar de SNS Swing Mill. Daar gaan we gewoon naartoe. Ja, dat is tijd voor de laatste tour ride van het park. We hebben nu een trainer eigenlijk te doen nog. Dan zijn we met de Circuity Flyer. En die is in 2023 geopend, de SNS. En het is een Swing Mill. Die je ook kent in Liesberg, in Torpark en zo. En de kleintjes die ze hebben hier in Funspot. Leuke intree. Mooie SNS-swing. Ik vind het wel leuk om te doen altijd. Ik heb meerdere keren gedaan in Liesberg en zo, dus we gaan maar gauw instappen. Nou, dan zitten we dan in de Serengeti Flyer, het nieuwste apparaat van het park. Serengeti Flyer, ja, leuk apparaat van SNS, al vaker gedaan. Tweede in Europa naar mijn mening. Ja, het is best wel een leuk apparaatje, redelijk capaciteit wel als je alle beide kanten aan het rijden. Tenminste, vraag rustig, dus vraag rijden maar met één kant. Zoiets zou wel leuk zijn, misschien wel in een Walibi of zo op zich. Ik snap niet waarom ze dat doen, maar is dat ding helemaal niet zo heel duur volgens mij. Want het is eigenlijk maar een klein beetje ijs, ik vind het zoiets bijzonder. Dus volgens mij is het echt heel goedkoop, althans, dat is eerst wel, denk wel miljoen al misschien, maar in ieder geval... vergeleken met acht banen van andere vrijvaltoren is dit vrij goedkoop denk ik. Ik heb wel SNS, dus ik zou niet waarom de attractiepark in Nederland niet voor kiezen. Het zou echt heel mooi zijn, misschien een Duinrail, misschien wel een nieuwe attractie of in de Walibi of zo. Maar misschien in de toekomst nog. Veel een leuk apparaat altijd, goede snelheid altijd, ik krijg wel die tranen in je ogen altijd. Doe wel mijn bril altijd aan, voordat je best wel lang op je buik hangt als je helemaal in hoogte bent. Maar verder, ja, leuk attractietje. Ga door naar de volgende, want ik de trein zo meteen nog even en heel veel rerides.
Ja, verder Busch Gardens heeft niet heel veel souvenirs. Het valt wel een beetje tegen. Het is wel een aantal souvenirs. Maar alles wat ze hebben is vreselijk duur. Echt enorm duur. Het is echt overpriced allemaal. Als je denkt Amerika al duur is, sowieso Land is sowieso duur. Ja, hier is nog veel duurder dan de andere parken. Nog duurder dan SeaWorld of een ander park. Ja, bijvoorbeeld foto's worden gewoon echt €25. Ja, dollar en euro's ben redelijk gelijk met elkaar. Gewoon 25, dat is echt vreselijk duur. Trouwens, Universal kost ook een foto zoveel geld hoor. Ja, souvenirs laat ik verder niet even zien. Dat het allemaal wel redelijk matige souvenirs zijn, vind ik zelf. Enige mooie souvenirs zijn natuurlijk Arjen Kwaas, die wil ik even laten zien. Maar Arjen Kwaas is ook een shop. Let op, deze shop heeft apartere dingen dan de grote main shop. Main shop heb je niet alles van Arjen Kwaas. En hier wel. Ja, ik weet niet of alles actueel is. Als deze video online komt, dat het nog steeds allemaal daadwerkelijk nog is hier. Maar ze hebben hele mooie souvenirs. Ik heb al een aantal dingen gekocht, maar het is allemaal heel duur. Laat even allemaal even zien, even snel. Niet alleen maar Arjen Kwaas, maar ook een aantal andere zaken. Kijk, jullie hier bijvoorbeeld de Bohem kopen. En ja, als goed is dit de Bohem van de bouwautoriteit. Limited staat erop. Hij is ook best wel beschadigd, maar ik vraag me af of dit echt daadwerkelijk een Bohem is geweest die ze gebruikt hebben. Hij is wel vrij schoon, moet ik zeggen nog. Dus ik vraag me het af. En dit soort schilderijtjes kopen ze dus. Shirtjes. Dit prachtige limited edition. Ja, schilderijtje met de munt van de opening erin. Ja, prachtig limited edition ook. Maar ja, zoals je kijkt wat zoiets kost. Schiet je kapot, denk ik. Nou, $120. Dus ja, laat me zeggen €115. Ja, dat is een hoop geld. En dan kan ik kapot gaan, die vliegtuig ook nog. Ja, verder al vlaggetjes. Zijn ze gek van hier in Amerika. Nou, verder natuurlijk de bekende cut-outs. En ja, er zijn meerdere soorten van hier. Je hebt Shikra, je hebt Cheetah Hunt en je hebt Arjen Kwaasi. Ik kom zo even terug. Verder heb je nog allemaal van mond toe heb je allemaal die Coast Dynamics. Dat is allemaal miniatuur achtbaantjes. Kijk, dan kun je ze in elkaar zetten. Een stainless steel. En heb je dus gewoon de baas zelf thuis staan. Dan heb je eigenlijk praktisch elke achtbaan een beetje hier. Maar ja, wat kost zoiets nou? Schrik niet. Gewoon een $56. Dus gewoon dik over de €50 voor een klein beetje plastic en een heel klein mini beetje ijzer. Dus ik vind dat vreselijk duur. Six Flags was ook duur in dit. Maar dan wel iets goedkoper dan hier. Bij al sleutelhangers. Veel pins, maar niet hele mooie pins moet ik zeggen. En de pins die ze hebben zijn vrij prijzig. Hier een paar zaken voor Arjen Kwaasi nog. Een paar Halloween pins nog. Verder hier nog een paar t-shirts met alle achtbanen op de mouw. En jammer weer, op de achterkant staat niks namelijk. Hier nog een Arjen Kwaasi shirtje nog. Nou kijk, hier hebben we natuurlijk de beruchte Aquasi cut-out. En die heb ik zeker gehaald. Die is wel iets duurder nog. Namelijk, oh deze was ook 55 trouwens. In ieder geval, ja, prijzig spul allemaal. Je kunt ook een grote variant kopen. En echt een hele trein. Ja, dat is helemaal vet natuurlijk. Dan kun je in de trein gewoon in elkaar zitten thuis. Hij weegt best wel wat moet ik zeggen. Weegt gewoon een kilo of 5 denk ik. Maar ja, dit kost maar liefst €250. Dus ja, kost wat. Hier zie je het voorbeeldje eventjes. Nou, hier heb je dus inderdaad de cut-out, die heb ik gehaald. Kijk, hier heb je de miniatuur dus. Nou, het is echt een heel miniatuur ding. En ja, voor zoveel geld. Ik vraag me af wat ik moet doen. Wat wel leuk is, je hebt ook een skyline van het park. Waar alle achtbanen erop staan. De Shikra en Tigress, Arjen Kwaasi, Cheetah Hunt en Falcon's Fury en zo. Dat is wel leuk. Die had Six Flags ook. Dat is wel leuk om te kopen dan nog zo eentje nog. Al moet ik zeggen, ja, het is natuurlijk wel iconisch. Maar voor zoveel geld. Maar je hebt natuurlijk de oude Arjen Kwaasi kunnen kopen. De oude Arjen Kwaasi houdt de achtbaan nog. Dat komt zo steeds. Maar ook voor de volle pond. In plaats van ze afprijzen, vragen ze hier gewoon een volle pond. Verder nog magneet, kaarten. Nog een kleine munt nog. Ook deze gewoon €30. Hier nog een t-shirt. Ook t-shirts hier kosten gewoon €40 voor een t-shirtje. Ja, dat is een beetje alle souvenirs eigenlijk, een beetje Arjen Kwaasi. Ja, ik denk, laat toch even iets zien qua souvenirs in deze video. Voor elke attractie heb je wel een aantal souvenirs. Moet ik zeggen, Arjen Kwaasi heeft de grootste souvenirlijn. Dat is natuurlijk wel een van de bekendste achtbanen ter wereld momenteel. Ook hier op de signing staat ook allemaal tallest, fastest en steepest rollercoaster in the world. Nou, dat klopt niet helemaal meer, maar ja, zo van Noord-Amerika in ieder geval, dat klopt wel. Dus ja, genoeg souvenirs. Als je wat geld wil geven, dan kan het hier prima. Alleen ja, ik heb mijn hele koffer vol zitten al. Ik heb de cut-out wel gehaald. Ik twijfel nog een beetje over die, ja, over die miniaturen aan Kwaasi, maar het is in ieder geval super tof wat ze allemaal hebben hier. Maar nee, het is mij helemaal te duur. Ik vind Busch Gardens echt vreselijk prijzig, echt overpriced. Maar ja, je hebt genoeg hier. We zitten momenteel in de trein, een rondje maken, ook langs mond toe. Here's a cool fact about the model of this ride. If you go over to the Coaster Coffee area, you will be able to see the original concept model for Cobra Carson there. Now over here on the right hand side,
Dit is Montu. Montu is een more traditional roller coaster. Ja, en dat was hem weer. En waar kan ik beter vlog afsluiten bij Arjen Klaas zelf natuurlijk. Ja, het was een prachtige twee dagen, zoals je al gezien hebt waarschijnlijk. Ja, ik heb echt 25% van de beelden opgenomen gisteren, zodat het lekker zonnetje scheen en gewoon lekker warm was. En vandaag een paar andere beelden opgenomen nog. We hebben net niet alles kunnen redden gisteren. Het park best groot namelijk, dus je hebt eigenlijk wel echt twee dagen nodig als je echt alles wil doen. Ja, vandaag helaas een stuk druk, zoals je ziet, achter mij een uur wachten bij Arjen Klaasje nu. Moet ik zeggen, is ook 10 minuten voor sluitingstijd. Heel veel schoolkinderen vandaag. En in de middag is ook een beetje gaan regen, zoals je ziet, dus dat is erg teleurstellend. Ja, Busch Gardens is verder een prachtig park, een groot aanbod aan achtbanen, 9 stuks, dit jaar de 10e erbij. Ja, helaas Chicra dicht helaas, de dive coaster heel erg jammer. Maar ja, maakt niet uit, het is niet anders. Gelukkig was deze jongen wel open, dat kwam er natuurlijk voor uiteindelijk. Ja, de kraas mis je een beetje bij het park. De Clubhouse Kust is prachtig gedecoreerd, ook met alright muziek en zo. Je hebt althans niet helemaal alright muziek, maar op de breaks zo en op de lift hill. Ja, daar waren allemaal alright muziek en verder eigenlijk niet. Dat is echt de enige gedecoreerde achtbaan. Verder prachtige designs qua namen, qua achtbaannamen. Ziet allemaal geweldig uit, maar qua decoratie mis je in het park wel heel veel eigenlijk. Het is allemaal eigenlijk een achtbaan. En er is eigenlijk een klein beetje een afdakje overheen gemaakt. Dat zit eigenlijk. Dus je mist wel een beetje decoratie hier. Dat geldt voor alle achtbanen hier. Voor Tigress, voor allemaal. Verder, ja, dierentuin is het dus natuurlijk ook. Alleen, ik heb er niet verder gevuld. Ik heb wel de dieren bekeken allemaal. Ja, ook dieren is niet heel erg veel, je moet zeggen. Je hebt een trein die door de savanne gaat, dat je giraffen en sokken spotten. En verder kun je echt alleen maar gorilla's zien, cheetahs, schildpadden, flamingo's, pingwings, een paar vogels. Dat is het eigenlijk al een beetje, dus het valt een beetje tegen eigenlijk. Het is niet een volwaardig dierentuin. Het is echt meer een pretpark eigenlijk dan een dierentuin. Maar het is gewoon samen een combinatie ingemaakt. En ja, het is natuurlijk de trail capital, een beetje van Florida. Iedereen komt hier verder hier naartoe. Ik hoorde vandaag ook heel veel buitenlanders, heel veel Duitsers zo allemaal hier. Puur voor Arjen Klaasje te komen natuurlijk. En verder achtbanen. Kiddico sla ik allemaal even open. Tigress, ja, Premier Ride, standaard layoutje. Ja, Kumba, de oude B&M. Een iconische attractie, een iconische achtbaan. Prachtig hoe die keukentekst op elkaar heen gaan. En ook de fotopunt die je daar hebt. Prachtig. Cheetah Hunt, heel apart. Heel aparte Itmin Triple Lounge achtbaan. Met name die Cryoness erbovenin ziet er heel bijzonder uit. Verder natuurlijk de B&M Montu. Voor mij de beste B&M Inverter die ik ooit gedaan heb. Betere Nemesis en Alton en een Thor Park. Geweldige B&M. Verder echt alle andere baan ook allemaal gewoon prima allemaal. Gewoon een leuk aanbod hier. En natuurlijk deze achter mij natuurlijk de nummer 1, de allerbeste. Arjen Klaasje. Wat is dit een vette achtbaan? Het is mijn nieuwe nummer 3 waarschijnlijk wel. Ik ben een beetje aan het twijfelen nog, maar ik denk het wel. Echt gewoon steengoed. Hij lijkt heel veel op Sadra en komt ook heel veel punten overheen. Misschien qua hoogte aan mijn hoofd is hetzelfde als Sadra, alleen deze drop is iets dieper. Dus dat is de enige andere eigenlijk aan deze baan. Thematisatie is natuurlijk Sadra veel beter, maar op de baan zelf vind ik deze echt veel beter. Ik heb Sadra gedaan een jaar na de opening, deze nu echt 2 jaar na de opening. Ja, het is echt een steengoede achtbaan. Arjen Klaas, je moet hem een keer gedaan hebben, dan maak je wat mee. Ik heb hem denk ik een stuk of 20 keer gedaan, dus dat is echt tof. Front, back, midden, alle kanten een keer gedaan. Top achtbaan. En ook dit is gelijk mee de allerlaatste prepper van mijn trip. Heel veel gedaan in deze trip, dus ook de allerlaatste video van de trip even. Niet alle video's komen even in dezelfde volgorde. Dit is wel mijn allerlaatste video van de trip. En we hebben heel veel parken gedaan, heel veel achtbanen bezocht. En wat ik al zei, best for last. Daarom dat ik dit park als allerlaatste. Ook een beetje voor de zekerheid te hebben dat het park rustig zal zijn. Nou, dat is helaas vandaag niet gelukt, maar wel gisteren. En de beste achtbaan afgesloten misschien wel van de trip. Nou, dat is niet meer waar, maar wel een van de beste achtbaan afgesloten van de trip. En nu gaan we terug naar Nederland. Nederland ligt nu pak sneeuw en is min 5. En hier is gewoon lekker temperatuur. Het is nu gewoon warm, alleen het regent een beetje. Maar ja, Florida klimaat, dan kan het af en toe een keer regenen. Vanuit Arjen Klaasje Busch Gardens zeg ik tot de volgende video. En er gaan heel veel dingen nog aankomen de komende tijd. Dat is houd het kanaal in de gaten. Like en abonneer deze video eventjes. Zet het belletje aan. En wens je nu een video van de rollercoasters. Ja, Erwin heeft nog een keertje gemaakt aan Arjen Klaasje. Die is er ook bij geweest in de trip. Dus ook bedankt aan Erwin natuurlijk om de hele trip bij me te zijn. Dat was super gezellig. Dus vanuit Arjen Klaasje, tot de volgende video.